Hallo lieve leerlingen, ik heb besloten om voor jullie te gaan voorlezen. Ik heb dit boek hier thuis nog gevonden, ik heb het vroeger zelf ook gelezen en dat is Black van Dirk Brakke. Dus ik ga er nu een fragmentje uit voorlezen en via mail zullen jullie een aantal opdrachtjes krijgen die nu rond het eerste fragmentje gaan en dan zullen we wel verder zien welke opdrachten en welke stukjes dat er nog uit het boek voorgelezen worden. Voilà. Een vliesje van stof en zand op de tegels. Drankblikjes en papierwikkels van snoep. Beknabbelde broodjes, uitpuilende vuilnisbakken. Het leek alsof de hal van het metrostation nooit werd gereinigd. In het felle zonlicht dat door grote ramen werd binnengelaten, danste het stof. Marie-Evelien merkte het niet eens meer op. Samen met Daphne liet ze zich met de stroom schooljongeren meedrijven in de richting van de roltrap. Ze duwde haar kaartje in de automaat en liet Daphne voorgaan. Marie-Evelien zette haar voeten op de trede die uit de vloer verscheen en liet de rugtas over haar armen glijden tot die aan haar hand bingelde. Wat ga je doen? Terwijl de meisjes naar de ondergrondse gevoerd werden, keek Daphne over haar schouder. Marie-Evelien reageerde niet. Ze hield haar ogen over Daphne's hoofd, maar naar de mensen op het perron gericht. In het kunstmatige, gelige licht leken de blauwe lucht en de zalige zon heel ver weg. Zelfs het straatlawaai was vervangen door een wirwar van stemmen en het gedreun van het metrostel dat ergens in een van de gangen reed. Het is hier koeler dan in de klas, dacht Marie-Evelien. Met een wiepje overbrugde ze de laatste trede die onder haar voeten wegzonk. Veel mensen bleven aan de voet van de roltrap rondhangen. Om het gedrang bij de deuren van de metrotrein te vermijden, liet Marie-Evelien de roltrap en de massa achter zich. Zonder commentaar volgde Daphne haar, een eindje de buik van het station in. Wat doe je straks? Herhaalde Daphne haar vraag toen Marie-Evelien eindelijk stil stond. Niks, zei ze, tv kijken. We hebben nog een wiskundetaak gekregen, zei Daphne. Misschien kun je me straks opzoeken en kunnen we samen? Nee. Marie-Evelien keek naar links toen het gerommel in de gang steeds harder klonk. De metro stopte brusk. Deuren klapten open en Marie-Evelien wachtte tot de laatste passagier uitgestapt was om in te stappen. In een oogwenk had ze gezien dat er nergens zitplaatsen vrij waren. Ze schoof een eindje van de deur weg en greep een metalen paal beet. Het meisje draaide zich half en half rond de paal, zodat ook Daphne zich kon vasthouden en ze met hun gezicht naar elkaar gekeerd stonden. Uit gewoonte plaatsten de meisjes hun voeten een beetje uit elkaar om de schok op te vangen toen de metrotrein met een ruk in gang schoot. Marie-Evelien liet haar ogen langs de oranje zitjes van hard plastic dwalen. Het leek alsof er mensen vanuit de hele wereld naar deze metrotrein gekomen waren. Maar je moet die taak toch ook maken? Waarom zouden we elkaar niet helpen? Drong Daphne aan. Ik weet dat je goed bent in wiskunde. Als je wilt, kan ik ook naar jou. Nee? De mond van Daphne klapte dicht en gekrenkt keek ze door het raam. In het duister fluisterde soms lichtjes voorbij. Misschien ben ik te brutaal geweest, dacht Marie-Evelien. Blanke meisjes kunnen niet veel hebben. Ik heb gewoon geen zin, zei ze wat zachter. Maar je moet toch, pleitte Daphne. Ze schudde ongelooflijk haar hoofd. Ik weet dat je verstandig bent. Als je zou willen, zou je vast mooie cijfers halen. Maar je voert geen klap uit. Waarom zou ik? Jezus, als je je eens een beetje inspant, kun je over een paar jaar naar de universiteit. Marie-Evelien grinnikte meewarrig. Mijn vader heeft een diploma van de Universiteit van Kinshasa, economie. Weet je wat hij doet? Nee, maar ik weet zeker dat je me dat meteen zal vertellen. Met zijn diploma economie is hij er uiteindelijk in geslaagd om taxichauffeur te worden. Hij mag 's nachts met een vriendelijk gezicht met hoge pieven, hoertjes en bezopen kerels door Brussel rijden. Met haar duim en wijsvinger trok Marie-Evelien wat fel op haar arm naar boven. Zwart, zei ze. Daarna tilde ze met haar platte hand wat van Daphne's blonde haar op, alsof ze het wilde wegen. Blond, blank. Men kiest nog liever een blanke met één been en één oog dan een zwarte, al is het maar om toiletten schoon te maken. Dat is niet waar, reageerde Daphne zacht en onzeker. Marie-Evelien snoof spottend door haar neus.
Je bent toch zo naïef, Daphne, snauwde ze. Je bent blank, je gaat naar school en je denkt aan studeren, aan wat je later wil gaan doen. En omdat je er nooit over nadenkt, meen je dat iedereen dezelfde kansen heeft. Op school lullen leraren maar wat, dat iedereen gelijk is en jij pikt dat gewoon? Jullie blanken zijn zo stom. Daphne keerde zich gekwetst naar haar. Metrostation Rodebeek, zei Daphne. Als eerste omdat ze geen heibel meer wilde. Tijdens de rit hadden ze geen woord meer gezegd. Alsof ik dat zelf niet weet, dacht Marie-Evelien. De trein vertraagde en terwijl Marie-Evelien naar de deur liep, keek ze onwillekeurig door het raam naar het perron. Wachtende passagiers schoven voorbij. Twee zwarte jongens zaten onderuitgezakt op een bank. 6, 7 jongens en meisjes troepten om hen heen. Ik vind die hangjongeren best griezelig, zei Daphne, terwijl ze de blik van haar vriendin volgde. Waarom? Omdat ze zwart zijn? Nee, zei Daphne vlug. Gewoon omdat ze zomaar wat rondlummelen. Ik heb hetzelfde gevoel bij blanke jongeren die rondhangen. Ik denk altijd dat ze op de hoek zijn, op zoek zijn naar een kiek, omdat ze zich vervelen. Kiek? Klonk al sceptisch. Zoals? Vechten of steamen of zoiets? Midden in een overvol metrostation, spotte Marie-Evelien. De deuren klapten open. Als je wilt, kan ik naar je toe komen om die wiskunde, probeerde Daphne nog eens toen ze op het perron stond. Marie-Evelien! Het zwarte meisje bleef plotseling staan. Heb je dat ook gehoord? Wat? Vroeg Daphne verbaasd. Ik dacht dat iemand mijn naam riep. Wie zou hier... Marie-Evelien! Toen hoorde Daphne het ook. Samen met haar vriendin zocht ze tussen de mensen naar de herkomst van de stem. Een slanke jongen drong zich tussen de menigte die in de buurt van de roltrap stond naar hen toe. Hij had lang haar dat met gel in golfjes naar achteren gekamd was. Onder zijn donkere jeansbroek staken witte Adidas schoenen fel af. Een t-shirt waarop een adelaar gedrukt stond spande om zijn borst die dagelijkse powertrainingen verried. David, riep Marie-Evelien, wie is dat? David, mijn neef. Mooie jongen, keurde Daphne hem meteen. Voor een zwarte, vulde Marie spottend aan. Daphne sloeg speels met haar vuist op de bovenarm van haar vriendin. Je weet best dat het me niks uitmaakt. Ik ben toch ook dikwijls bij jou? Hoe oud is je neef? 17, denk ik, zei Marie-Evelien na een aarzeling. 2 jaar ouder dan wij. Dat betekent niks, zei Daphne lacherig. De jongen was blijven staan en terwijl hij zijn witte tanden blootlachte, spreidde hij zijn armen open toen Marie-Evelien naar hem toe liep. David, dat is lang geleden, riep Marie-Evelien terwijl ze zich stevig door haar neef liet omhelzen. Woon je nu ook in Brussel? Al een half jaar, zei David. Hij liet zijn nicht los en duwde haar een beetje achteruit om haar eens grondig te bekijken. Je bent een knap meisje geworden. Plagerig bootste hij met zijn handen haar welvingen na. Toen pas leek hij Daphne te zien, die Marie-Evelien gevolgd was. Is dat je vriendin? Daphne en ik zitten in dezelfde klas. Daphne, zei hij, langzaam, alsof hij haar naam wilde proeven. Ga mee, Marie-Evelien, ik wil je aan een paar vrienden voorstellen. Voilà, ik ga vandaag tot hier lezen. Jullie krijgen hier een paar kleine fragmentjes dan. Over vragen die jullie moeten oplossen over dit boek via mail. Dus jullie zullen dat in je mailbox vinden en dan gaan we de volgende keer weer verder. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en hopelijk tot snel. Dag!